Ik heb zelf, het zal je niemand ontgaan zijn, rood haar. Dat is iets waar ik me ontzettend fijn bij voel. Ik ga voor jullie een geheimtje verklappen. Het is niet mijn echte kleur. Want het is tijd te laten zien wat jij in huis hebt. Pak je bodem. Het is wel iets wat heeft geaccelereerd dat ik nog kleurrijker kan zijn en dat bij dat rode haar ook heel veel staat. Dus het heeft me nog een uitlaatklep gegeven om nog expressiever te zijn. Ik was al rood begin 20 en toen was het heel onderhoudsintensief. Dus dat klinkt echt als een super Nederlandse, ik moet er wel mee kunnen fietsen, reden. Dus toen ben ik naar blond gegaan. Ja. Maar blond, ja, dat was eigenlijk veel te generiek. Hè, maakte me achteraf gezien een beetje te fletsig ook. Maar het was niet opvallend genoeg eigenlijk. En toen ik later weer terugging naar rood, toen was het echt met volle overtuiging. En tegenwoordig is het ook wat makkelijker om het bij te houden. Ja. Ik denk dat ik toen net moeder was. En ik had ook, als je zwanger bent geweest, dan hebben sommige vrouwen dat je heel erg haaruitval krijgt. En dat was denk ik de periode in mijn leven dat ik echt het meest onzeker was. Dus dat was echt een fase dat ik dan bijvoorbeeld iemand tegenkwam op straat. En dat ik dan een innerlijke papegaai had die dan zei: oh, ze zullen wel denken, wat ziet zij eruit? Terwijl ik normaal gesproken eigenlijk best wel zonder zulke innerlijke critici door het leven ga. En dus het was denk ik toch een manier om dichter bij mezelf te komen of weer zelfvertrouwen op te wekken, zoiets. Toen ging ik eerst een beetje voor een soort lafjes koper. En dat voelde al heel fijn. Dat was meteen dat ik dacht: oh yeah, baby, back in business. Toen weet ik nog dat een vriendin zei: nou, even, ik zou niet roder gaan hoor. Toen dacht ik meteen: nou, dat kan je echt op je buik schrijven. Dit is pas het begin. In die periode ging ik ook ondernemen. Dus ik merkte ook sowieso dat het heel goed was voor mijn herkenbaarheid om zo'n look te hebben. Toen liet ik mij zeg maar adviseren over het gebied van personal branding. Welke kleuren passen bij je bedrijf? En toen ben ik ook gaan die kleuren ook al in mijn garderobe gaan integreren. Want ik zag ook meteen wat een kleur als petrol of groen echt zo. Boef. Het gaf gewoon echt een soort kleurexplosie. En toen, dat gaf me dus eigenlijk ook een hele mooie, een heel mooi kader om in te gaan zitten. Dat ik ook gewoon wist van, nou, ik ga gewoon geen geel doen. Want A, het past niet bij mij. En B, het past niet bij mijn bedrijf. Dus ik ben me eigenlijk ook helemaal, I'm living the brand. Henriette, I'm living the brand.